Betrokken Affairs, het voorlichtingsprogramma van het ministerie van Arbeid. De wet arbeidsbescherming gezin treedt in werking op 18 september dit jaar, 2019 dus. De Surinaamse samenleving heeft heel lang gewacht op deze wet, decennia lang gewacht op deze wet. Intussen wordt die wet in de volksmond genoemd wet op zwangerschapsverlof, soms hoor ik wet op bevallingsverlof. Intussen zijn er ook enkele mannen hoor, die die wet een naam hebben gegeven in de volksmond. Papa wet, zeggen ze. Maar het maakt niet uit, die wet heet wet arbeidsbescherming gezin. Ik kan me nog zo herinneren hoor, heel lang geleden, ik dacht vooral mensen die houden van geschiedenis en houden van om te gaan onderzoeken. Op 23 maart was in 1983, ja, was er een heel groot artikel in de Ware Tijd. En ik kan me zo de kop herinneren van het artikel. Decreet bevallingsverlof betaald bevallingsverlof geregeld. En ik kan me herinneren dat er bijna een hele pagina werd aangegeven dat er voorzieningen getroffen zouden worden voor werkende vrouwen om te genieten van betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zou een decreet zijn tot wijziging van de arbeidswet van 1963. Maar ik kan u zeggen mensen, dat decreet is nooit gepubliceerd. En we zitten intussen bijna 40 jaar verder. Dus u begrijpt waarom ik zo zucht van verlichting. Want eindelijk is het zover dat we een wet hebben die gericht is op betaald zwangerschapsverlof en bevallingsverlof voor werkende vrouwen, maar ook voor werkende vaders. Hè? Maar dat wordt dus vaderschapsverlof genoemd. We zullen in deze aflevering van Rocco Affairs zullen we focussen op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ik mag u zeggen dat ik in 3 afleveringen over deze wet wil praten. Ik ga die wet voor u uitpluizen. In deze aflevering zal ik me focussen op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wat houdt het in? Op hoeveel weken maken de mensen aanspraak? Etcetera. In die volgende aflevering ga ik me focussen op vaderschapsverlof. Wat houdt dat in? Op hoeveel dagen maken vaders verlof? Welke vaders komen in aanmerking voor het verlof? En in die laatste aflevering, in de serie van afleveringen die ik maak in het kader van deze wet, zal ik me focussen op de financiering van het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de financiering van het vaderschapsverlof. Ik heb in het programma vandaag de jurist Mina Kanhai Ramai. Mina is bekend bij u als kijker. Ze heeft eerder geparticipeerd in dit programma. Mina is een van de personen die een bijdrage heeft geleverd aan deze wet. Ik heb haar dus daarom uitgenodigd om u te informeren over voorzieningen die specifiek betrekking hebben op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Mina, welkom in Rocco Affairs. Dankjewel. Ik ben vanaf 86 ben ik voorlichter op het ministerie van Arbeid. En ik ga je zeggen dat ik het op bepaalde momenten heel moeilijk heb gehad. Vooral wanneer mensen je benaderen, zwangere vrouwen vooral, om te informeren wat hun rechten zijn met betrekking tot zwangerschaps- en bevallingsverlof. En of ze zouden moeten genieten van betaald zwangerschapsverlof. Mina, hoe heb jij daarmee moeten dealen als jurist? Want ik ga ervan uit dat ook vrouwen je hebben benaderd om die informatie in te winnen van wat moeten ze doen bij zwangerschap en bij bevalling. Ja, inderdaad. We hebben om te beginnen heel lang gewacht op deze wet. De wet is er eindelijk. We hebben dus als ministerie nog geen ervaring, geen praktijkervaring met de wet. Maar we zijn natuurlijk allemaal blij dat die wet er eindelijk is. We hebben natuurlijk veel vrouwen gehad die hebben gebeld naar het ministerie om te vragen van hoe ze ermee moeten dealen. En of ze aanspraak maken op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Omdat eigenlijk in de samenleving leeft het idee dat
men sowieso aanspraak maakt op 6 weken voor en 6 weken na verlof bij zwangerschap. Maar je moest ze dan vertellen van nee, we zijn nog niet zo ver. Die wet is er nog niet. Er zijn natuurlijk in bedrijven wel een cao die een regeling hebben waarin dus geregeld is hoeveel weken voor en hoeveel weken na bevalling men vrijstelling van dienst krijgt. Nee. Maar er was nog geen wet. Nee, nu is het er, dus we moeten dan even kijken en focussen en checken hoe dat allemaal gaat werken in de praktijk. Dus het, zodra het in werking is getreden in september, dan kunnen vrouwen zich gaan beroepen op deze wet. Oké. Ja. Dus, dus er was geen wet, zeg maar, laat maar zeggen, er is geen wet die in werking is met betrekking tot zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Er is een wet aangenomen, maar die treedt in werking op 18 september. Hè? Ja. Oké, maar ik heb net van je begrepen dat er wel bedrijven waren die ondanks er geen wet was, die toch in hun cao of reglement hadden opgenomen voorzieningen met betrekking tot zwangerschaps- en bevallingsverlof. En je sprak net over 6 weken voor en 6 weken daarna. Dus ik denk dat kennelijk op basis daarvan bepaalde vrouwen ervan uitgingen van nou, die 6 weken gelden dus ook voor mij, maar dat was dus niet zo. Dat is niet zo, dat is nu pas. Dus nu pas hebben we een wet. En die treedt dan in werking in september. En vanaf september kan dus de vrouw zich beroepen op zwangerschapsverlof en dan ook bevallingsverlof. Natuurlijk is in de wet geregeld van hoeveel weken van tevoren zwangerschapsverlof en hoeveel weken maximaal bevallingsverlof. Maar daar komen we denk ik straks wel op terug. Nou, ik denk ze zitten erop te wachten. Inderdaad. Misschien dat we die informatie meteen kunnen geven. Want... Ja, goed. Dus een vrouwelijke werknemer, maakt aanspraak op 4 weken, tenminste 4 weken zwangerschapsverlof en ten hoogste 6 weken zwangerschapsverlof. Dus voorafgaand aan de vermoedelijke datum van bevalling. En de vrouwelijke werknemer maakt ook aanspraak op tenminste 10 weken en ten hoogste 12 weken bevallingsverlof. Dat is aansluitend op de werkelijke dagdatum van bevalling. Ja. Dus totaal moet het zijn 16 weken. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Maar de werknemer bepaalt natuurlijk zelf of ze 4 weken van tevoren met zwangerschapsverlof wil gaan of 6 weken van tevoren. Afhankelijk daarvan zal het bevallingsverlof zijn dan 10 weken of 12 weken. Ja. Dat is dus in deze wet nu geregeld. Maar in totaal moet het zijn 16 weken. Totaal 16 weken. Inderdaad. Dus ik stel me zo voor dat een zwangere vrouw zou kunnen zeggen van... Ik neem 4 weken zwangerschapsverlof en 12 weken bevallingsverlof. Of ze zou kunnen zeggen, ik neem 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof. Ja. En die andere combinatie zou dus moeten zijn 6 weken voor en 10 weken bevallingsverlof. Ja. Dus u hoort dat, er zijn dus verschillende combinaties. Maar in totaal... komt het aantal weken op 16. 16 weken. En dat is al een enorme vooruitgang als we kijken naar wat nu is opgenomen in cao's en reglementen van bedrijven. Dat klopt. Want over het algemeen is dat 6 weken voor, 6 weken na. Inderdaad. En nu praten we, dan komen we op 12 weken. Maar nu praten we over 16 weken. Ja. Dat is minimaal, hè? Minimaal. Het mag meer zijn. Het mag meer zijn. Het mag meer zijn. U heeft het gehoord. Ja. En ik weet, Mina, dat er tenminste 1 bedrijf is in Suriname dat geen 6 weken vooraf zwangerschapsverlof gaf en 6 weken erna, maar 19 weken in totaal. Klopt. Er zijn bedrijven die liggen boven het aantal van 12 weken, maar dat mag altijd. Dat mag altijd, ja. Dat is natuurlijk ten voordele van die werknemer, de vrouwelijke werknemer. Oké, dus heeft u dat gehoord? Volgens deze wet, wanneer deze wet in werking treedt op 18 september, maakt u aanspraak op 16 weken verlof. Ja, in totaal. Dat klopt. Zwangerschap en bevallingsverlof. Totaal. 16 weken, onthoudt u minimaal. Dat. 16 weken minimaal. Mag meer zijn, maar mag absoluut niet minder zijn dan dat. En dan... En deze wet, Mina, want je hebt sommige vrouwen, en ook vrouwen die nu kijken naar het programma, denken van, ja, maar goed, dit is... ver van mijn bedshow. Kennelijk is deze wet bestemd voor grote bedrijven en middelgrote bedrijven. Die vrouw die werkt in een winkel gewoon in de stad. Of die vrouw die werkt bij een warung. Of die vrouw die gewoon werkt thuis bij iemand.
maken die vrouwen ook aanspraak op deze wet? Inderdaad, deze wet is van toepassing op alle werknemers die met een arbeidsovereenkomst werken. Okay. Dus zodra iemand een arbeidsovereenkomst heeft, dan is deze wet van toepassing op die werknemer. Maakt niet uit hoe groot dat bedrijf is of het een winkel is. Maar zodra er sprake is van een arbeidsovereenkomst volgens artikel 1613a van het burgerlijk wetboek, dan vallen die werknemers onder deze wet. Is deze wet van toepassing op die groep van de werknemers, op de vrouwelijke werknemers. Oké, okay. En wat deze wet ook geregeld heeft, want die wet praat over betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Klopt. Hoe zit het daarmee? Dus er moet natuurlijk nog een fonds komen in het leven worden geroepen. Die dus, daarmee zal dus de betaling gegarandeerd zijn. Ja. Vooralsnog is dat fonds er niet, maar de vrouwelijke werknemer maakt sowieso al aanspraak op het aantal weken zoals hier in deze wet aangegeven. De betaling zal in orde komen als dat fonds er eenmaal is in het leven is geroepen. Dat zal ergens november zijn. Mm-hmm. Maar op het aantal weken zoals hier geregeld maakt men al aanspraak. Oké. Dus ik wil, laat me kijken of ik het heb begrepen hoor. Mm-hmm. Want dat is, dit stukje is denk ik een beetje onduidelijk voor een heleboel mensen thuis. Want ik kreeg nogal veel vragen over dit stukje. Het betaald zwangerschapsverlof is geregeld bij deze wet, maar je hebt net uitgelegd, je mag nu al aanspraak maken op die 16 weken, maar ten aanzien van betaling, dat wordt een punt wanneer dat fonds, en dat fonds zal heten Fonds Ouderschapsvoorziening. 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 Ja. En als dat fonds in het leven is geroepen, en de bedoeling is dat dat fonds natuurlijk, want werkgevers en werknemers zullen een bijdrage moeten leveren aan het fonds, want het fonds zal niet werken volgens principes van sociale zaken. Ja, dus het fonds moet ergens het geld vandaan krijgen. Dus de bedoeling is dat werkgevers en werknemers een bijdrage zullen leveren aan het fonds. En daarna kunnen vrouwen die met zwangerschaps- of bevallingsverlof gaan, kunnen een beroep doen via die werkgever natuurlijk op het fonds om die dagen te betalen, te vergoeden. Maar er zijn nu vrouwen die in verwachting zijn en die zouden willen weten, echt in deze overgangsperiode hoor, die wet treedt in werking op 18 september. Volgens die wet zal het fonds pas in november, pas eind november operationeel zijn. De vraag is, vrouwen die nu in verwachting zijn, er is nog geen bijdrage geleverd aan het fonds, maar toch hebben ze de indruk of het gevoel of die verwachting dat achteraf ze alsnog een vergoeding zullen krijgen voor die dagen. Ja. Maar hoe zit het in het kort hoor, want we gaan in een speciale aflevering nog specifiek daarover praten. Maar in het kort, is die verwachting correct dat ze... Nee, die verwachting is niet correct, omdat je niet terugwerkend zich kan beroepen op een uitkering. Je kunt eigenlijk aanspraak maken op een uitkering vanaf je eigenlijk ook die bijdrage hebt geleverd, financieel. Ja. Dus als er gestort is in het fonds, dan zal er uitgekeerd kunnen worden. En dat ga je dan niet terugwerkend zich daarop kunnen beroepen op een uitkering. Dus zodra het fonds er is en men heeft al een bijdrage geleverd, dan kan je vanaf dat moment dus ook uitkeren, kan dat fonds ook uitkeren. Nu zijn we nog niet zo ver wat betaling betreft. Die wet is er wel, men kan zich beroepen op het aantal weken verlof, vrijstelling van dienst, maar men kan zich nog niet beroepen op uitkering via het fonds, want het fonds is er nog niet. Maar dat wordt dan ergens in november ingesteld en dan moet het daarna wel mogelijk zijn. Dat men dus die uitkering ook krijgt gedurende dat verlof. Nou, duidelijk, Mina. En ten aanzien van bedrijven die nu een CAO hebben, want die hebben al, althans de meeste van die bedrijven hebben reeds voorzieningen met betrekking tot zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. En je noemde dat al eerder, 6 weken voor, 6 weken erna. Ik ga ervan uit dat wanneer deze wet in werking treedt, we niet meer zullen praten over 6 weken ervoor en 6 weken erna, maar over 18 weken. Maar je zal me corrigeren of dat zo is hoor. Over 16 weken. Ja. Maar hoe zit het dan met de betaling? Ja.
Dus in principe blijft de regeling als een bedrijf een cao heeft, ja, met een regeling, een zwangerschapsregeling, zal dat blijven gelden voorlopig. Er is een overgangsbepaling in deze wet van 3 jaar. De werkgever die een cao heeft, heeft 3 jaar de tijd om zijn regeling, zoals dat geldt in zijn bedrijf, in overeenstemming te brengen met deze wet. Dus binnen die 3 jaar moet de werkgever zover zijn dat hij deze wet heeft geïmplementeerd in zijn bedrijf. En na die periode van 3 jaar zal men dus aanspraak maken, zal de vrouwelijke werknemer aanspraak maken op het aantal weken zoals hier aangegeven. Okay. Nu geldt normaal de cao-regeling zoals dat van kracht is binnen het bedrijf. Dat zal blijven gelden. En binnen die 3 jaar moet de werkgever wel zover zijn dat hij die wet heeft geïmplementeerd en heeft, zijn regeling heeft aangepast aan de hand van deze wet. Okay. Dat is de bedoeling. Ja, nee, dat is duidelijk. Wat ik nog die kijkers zeg maar zou willen zeggen, is dat ze ervan verzekerd mogen zijn. Zeker mensen die werken bij een bedrijf dat een cao heeft. Dat het absoluut niet zo zal zijn dat mensen dubbel gaan betalen. Ja, dus wanneer het fonds operationeel zal zijn, zullen alle werkgevers en werknemers een bijdrage mogen leveren. Maar intussen heb ik begrepen dat dat niet zal gelden voor bedrijven die nu al een voorziening hebben. Klopt. Bevallings- en zwangerschapsvoorziening. Omdat het niet zo kan zijn dat je mensen dubbel laat betalen, toch? Want die betalen al binnen de regeling van je bedrijf, doen ze al een bijdrage. Klopt. Ja, dus dat zal dus niet zo zijn. Dus die garantie kan ik dus ook geven. Geldt dit ook voor, voordat ik die vraag stel, laat me, als bijvoorbeeld die vrouw heeft aangegeven bij de werkgever van kijk, ik ben uitgerekend voor zo'n datum, en ze begint met haar zwangerschapsverlof, maar ze bevalt eerder van het kind dan aangegeven. Mm-hmm. Zou dat betekenen dat ze dagen zal verliezen, kwijtraken? Oh. Ja, in principe zegt deze wet niets daarover. De wet praat over zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Ja. Maar als we logisch redeneren, dan zeggen we als de vrouw ook eerder bevalt, dan gaat het bevallingsverlof in. Toch? En dan begint die periode te lopen. Ja. Dus in principe zou de vrouwelijke werknemer zich niet kunnen beroepen op het aantal dagen dat ze eigenlijk heeft verloren. Want als ze is bevallen, dan treedt bevallingsverlof in. Ja, ja. En dan gaat die periode beginnen te lopen van of 10 weken of 12 weken. Dus ze gaat zich niet kunnen beroepen op de dagen dus dat ze eigenlijk heeft verloren vanwege eerdere bevalling. Dus logischerwijs, als we redeneren, komen we daarop. Maar in deze wet staat er niet zo over van of de vrouw het gaat verliezen of niet. Maar als je redeneert dat ze dan, als ze is bevallen, dan treedt bevallingsverlof in. En dan gaat die periode beginnen te lopen van 10 of 12 weken. Okay. Ja, dus eigenlijk zou ze dan wel verliezen die dagen als ze eerder bevalt. En dat zou ik natuurlijk tegelijkertijd ook de vraag kunnen stellen. Maar stel maar, ze bevalt een week na aangegeven tijd. Ja. Dat betekent dat gecompenseerd wordt met dat is een winst. Dat is een winst voor de vrouw. Oh, okay. Ja, toch? Want dan duurt de zwangerschap langer. Ja, ja, ja. En dan gaat bevalling, na de bevalling treedt het bevallingsverlof in. En die blijft, dat blijft op het aantal van 10 en 12 weken. Ja. Dus het is een winst van het aantal dagen als ze later bevalt. Nou, mooi, mooi. En het kan gebeuren, Mina, dat als een vrouw zou moeten bevallen van een kind, dat het kind bij de geboorte komt te overlijden, of misschien niet lang na de geboorte komt te overlijden. En als voorlichter is mij bekend dat in het verleden, dat in bepaalde gevallen de werkgever van die vrouw verwacht of eist dat ze niet lang daarna de werkzaamheden zou moeten aanvangen. Ja. Wat zegt deze wet daarover? Deze wet heeft ook rekening gehouden met vrouwen die dus een miskraam krijgen of vrouwen die bevallen van een doodgeboren kind. Die vrouw maakt aanspraak op 6 weken bevallingsverlof vanaf het moment dat de situatie is ingetreden. 6 weken? 6 weken. Dat is dus, in principe is het op goed werkgeverschap zou de vrouw zich al kunnen beroepen, maar deze wet heeft dus dat stukje ook geregeld. De vrouw die dus een miskraam krijgt, of de vrouw die bevalt van een doodgeboren kind, of van wie de vrouw, dus wanneer dat kind heel kort na de geboorte komt te overlijden. Ja. In die gevallen blijft de vrouw aanspraak maken op 6 weken
vrijstelling van dienst. Ja. Goed. En dan zijn er soms gevallen waarbij die vrouw niet in staat is kinderen te krijgen. Ja. Maar ze besluit met haar man om een kind te adopteren. Ja. Ik zit me af te vragen, zou het niet redelijk zijn dat ook die mensen in aanmerking komen voor... Ik zou het niet noemen zwangerschaps- of bevallingsverlof, nee, want dat is het niet. Het is, maar komen ze in aanmerking voor bijzonder verlof? Inderdaad. De wet is, heeft ook aan die groep gedacht. Hmm. De vrouw die een kind wil adopteren, die maakt ook aanspraak op verlof, vrijstelling van dienst. Voorwaarde is dat dat kind dan jonger dan 18 maanden moet zijn. En zodra dat kind in de huishouding komt, treedt het verlof in. Ook 6 weken. Daarop maakt de vrouw dan aanspraak. Dat noemt men geen bevalling of zwangerschapsverlof, maar gewoon vrijstelling van dienst krijgt ze gedurende 6 weken. Vanaf het moment dat dat kind in de huishouding komt van de vrouw. Oké. Okay. Ja. Maar ik neem dat je dat ook natuurlijk zou moeten... Zeg maar dat er documenten zouden moeten zijn waarbij inderdaad je die werkgever duidelijk maakt. Klopt. Of ervan overtuigd van, kijk, ik heb een kind geadopteerd. Klopt, dat moet overgelegd dat worden aan de werkgever. Dus ook omdat men ook verplichtingen heeft om zoiets door te geven bij het Centraal Bureau van Burgerzaken. Dus zo'n verklaring moet dan ook van CBB worden overgelegd dat je zo'n kind in huis hebt genomen. Ja. En dan heeft de werkgever wel daaraan mee te werken dat hij dan 6 weken verlof geeft aan die vrouw. Dat kind moet dan wel jonger dan 18 maanden zijn. Oké. Okay. Ja. Wij maken jaarlijks aanspraak op vakantieverlof. Vakantie. Klopt. En er zijn minimale normen gesteld door de Surinaamse arbeidswetgeving. Bij cao-bedrijven is dat veel meer dan wat in de wet staat. Maar mogen werkgevers, als ze die vrouw zwangerschaps- en bevallingsverlof toekennen, mogen ze dat verrekenen met vakantieverlof? Mogen ze vakantieverlof in mindering brengen? Heeft die wet ook daarmee rekening gehouden? Inderdaad, de wet heeft daarmee rekening gehouden. Dat mag absoluut niet. In artikel 5 staat dat duidelijk. Ja. Dat de werkgever het aantal vakantiedagen niet zou mogen verrekenen met bevallingsverlof en zwangerschapsverlof. Dus dat is absoluut, het is niet mogelijk. De werkgever zou dat niet mogen doen. Okay. Dus in artikel 5 is dat al geregeld. Oké. Want u weet, dat was, dat was dat de manier waarop... op werkgevers in principe mee inspeelde toch? Van kijk, nou, je bent in verwachting, dus neem je vakantieverlof. Nee, maar dat, dat zou dus absoluut niet meer mogen. Dat is niet toegestaan. Oké, en dan gauw dus... wat ik ook heel erg belangrijk vind in deze wet, is dat er iets... is geregeld met betrekking tot bescherming, ontslagbescherming van zwangere vrouwen of vrouwen die bevallen zijn. Hè? Ja. Want laten we eerlijk zijn, Mina, we hebben in het verleden gehad, ook al hadden we een ontslagwet, dan nog hebben werkgevers geprobeerd om via verschillende omwegen om af te komen van vrouwen die zwanger waren of die nauwelijks waren bevallen van een kind. Hoe heeft deze wet daarop ingespeeld? Ja. Dus deze wet geeft ook ontslagbescherming aan de vrouw natuurlijk. Ja. In artikel 7 is aangegeven dat dus de vrouw die in de periode is van zwangerschapsverlof of bevallingsverlof, dat ze dan niet ontslagen mag worden. Dus men mag de dienstbetrekking niet opzeggen, anders dan wegens dringende redenen. In elk geval mag die ontslaggrond niet te maken hebben met de zwangerschap of de bevalling. Die oorzaak om die dienstbetrekking te beëindigen mag niet te maken hebben met de zwangerschap en of bevalling. Dus die bescherming is gegeven aan die vrouwelijke werknemer. En die vrouwelijke werknemer die terugkomt na de bevallingsverlof, moet sowieso in diezelfde functie terugkomen of een soortgelijke functie met behoud van loon en alle andere voorzieningen. Dus de werkgever kan niet stellen van ik zal je in een andere functie zetten omdat je zo lang weg was. Nee, die bescherming is er ook in deze wet. De vrouwelijke werknemer komt terug in diezelfde functie, met behoud van alles, of een soortgelijke functie. Heel dus belangrijk. Zover gaat deze wet wel, ja. Ja. Oké, Mina, heb je tot slot nog tips voor vrouwen die kijken naar dit programma, werkende vrouwen, en die zouden willen weten van wat zou ik nog moeten weten met betrekking tot mijn zwangerschaps- en bevallingsverlof?
Ja, er is ook in deze wet is ook geregeld dat de vrouwelijke werknemer die staand werk verricht of lopend moet werken, dat er daaromtrent ook afspraken gemaakt kunnen worden met de werkgever, want de werkgever zal moeten meewerken. Ja. Als er een verklaring is van de arts dat er rekening gehouden moet worden met de vrouw gedurende de bepaalde periode van zwangerschap, dat ze bijvoorbeeld geen staand werk of lopend werk mag verrichten, dan zal de werkgever daarmee rekening moeten houden. Ja, en moeten er afspraken worden gemaakt hoe dat zal worden opgevangen. Dus de vrouwelijke werknemer moet dat ook weten. Dat als je staand of lopend werk verricht, dat je dan gedurende een bepaalde periode daaromtrent andere afspraken zou kunnen maken met die werkgever. En ook zou de vrouwelijke werknemer moeten weten dat ze uiterlijk de 20e week van de zwangerschap de werkgever moet doorgeven dat ze in de verwachting is. Dus uiterlijk 20e week moet de werkgever gemeld zijn dat ze in de verwachting is. En ook, mag dat mondeling? Nee. Dat geschiet met een verklaring van de arts die dan de vermoedelijke datum in een verklaring heeft aangegeven. Okay. Dus met een verklaring van de arts, de behandelende arts, moet de vrouwelijke werknemer de werkgever op de hoogte stellen dat ze dus in de verwachting is. En ook eind van de 20e week moet ze ook gelijk aangeven hoe ze de zwangerschapsverlof wenst op te nemen. Dus 4 weken voor of 6 weken voor. Ja. Dus dat moet ook allemaal voor eind van de 20e week aan de werkgever zijn doorgespeeld. Okay. Dan wordt er daarmee ook rekening gehouden natuurlijk. Ja. Maar als ze bijvoorbeeld na eind van de 20e week aangeven van kijk, ik zou verlof graag zou willen opnemen, bijvoorbeeld 4 weken tijdens mijn zwangerschap en bevalling zoveel weken. Ja. Als het toch later, zeg maar, enkele weken daarna op andere inzichten komt, bestaat die ruimte om nog even te... Tenminste 4 weken voor moet ze er verlof hebben opgenomen. Okay. Dat is meer ter bescherming van die werknemers zelf. Ja. Dus dat kan spelen tussen die 6 weken en die 4 weken. Dus maar deze wet gaat niet meer de ruimte laten voor vrouwen die zeggen, 2 weken van tevoren. Nee. Gaan die zeggen, ik wil toch de laatste dag nemen? Nee. Het is eigenlijk ter bescherming van die werknemers zelf. Ja. Dat die regeling is opgenomen dat je tenminste 4 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling al je zwangerschapsverlof moet hebben opgenomen. Oké. Okay. Kijk, als u het gehoord van Mina. Mina is jurist op het ministerie van Arbeid, heeft bijgedragen aan deze wet. De strekking van deze wet gaat veel verder dan slechts bescherming bieden aan de werkende vrouw. Deze wet heeft tot strekking dat gezinnen die de hoeksteen vormen van onze samenleving beter gaan functioneren. U heeft het ook eerder van Mina gehoord. Deze wet biedt ook bescherming tegen ontslag. En daar heeft ze het genoemd ontslag om redenen die betrekking hebben op zwangerschap van de werkende vrouw of bevalling van de werkende vrouw. Dus die wet gaat veel verder dan slechts bescherming bieden aan de werkende vrouw. De werkende vrouw die mag dus straks genieten van zwangerschap en bevallingsverlof tegen loon. Dus ze wordt doorbetaald. En eerder heeft Mina aangegeven dat er eerst een fonds in het leven, zeg maar, operationeel gesteld zal moeten worden. En volgens die wet is aangegeven dat het fonds medio november, eind november al operationeel zou moeten zijn. En als dat het geval is, dan zult u ook vanuit dit programma zult u vernemen wanneer de werknemers en werkgevers hun bijdrage zullen moeten doen. En vanaf wanneer het verzoek via de werkgever gedaan mag worden door de zwangere vrouw voor vergoeding over de verlofperiode van haar. Wat ik u verder kan zeggen is informatie die u ook in dit programma gehad heeft, zeker de zwangere vrouwen en vrouwen die dus nu werken. Je mag vanaf nu reeds aanspraak maken op die 16 weken die deze wet heeft voorgeschreven voor zwangerschap en bevallingsverlof. Maar met betrekking tot betaling, dus doorbetaling, daarover heeft Mina ook gezegd van nog even wachten wat dat betreft, want het fonds moest eerst operationeel zijn. Maar
Als je die behoefte hebt om gebruik te maken van die 16 weken als vrouw, dan mag dat nu al. En die werkgever is verplicht mee te werken. Ja? En voor bedrijven die een cao hebben, dat heeft u dus ook gehoord in dit programma, die voorzieningen die getroffen zijn binnen cao of zeg maar binnen het reglement van het bedrijf, die gelden nog voor 2 tot 3 jaar, zei je toch? Inderdaad, ja. Ja? In de volgende aflevering van Rocco Aversi ga ik specifiek in op het vaderschapsverlof. Want ik heb u eerder gezegd, deze wet heeft tot doel om gezinnen die zeg maar de hoeksteen vormen van onze samenleving, om die gezinnen beter te laten functioneren. En je kan niet praten over het beter functioneren van gezinnen en dan breng je dus niet in beschouwing de vader. Dus de vader is een heel belangrijke zeg maar, speler binnen het gezin. En deze wet heeft ook daarop ingespeeld. Dus wanneer deze wet in werking treedt, zullen vaders ook in aanmerking komen voor vaderschapsverlof. En alle informatie over dat verlof, van hoe lang, welke vaders, maar ik ben niet getrouwd, ik leef gewoon met die vrouw, hoe kan ik in aanmerking komen? Rustig. Al deze vragen zullen beantwoord worden in die volgende aflevering van het programma Rocco Aversi. Tot de volgende week.